Een aandeel in elkaar, dat was voor mij zo een mooie basis om op verder te werken. Vanuit onze filosofie proberen we dan dit soort projecten ook wel te doen, dat er in de gemeenschap ook profijt van wordt getrokken. We proberen toch die maatschappelijke verbinding te maken. Rabobank zegt, maar ik heb hier een hartstikke groot mooi dak liggen. Die wil ik graag ter beschikking stellen voor zonnepanelen van mensen die niet zelf kunnen opwekken. Waar wij eigenlijk mee financieren in het grote geheel. En in dit geval is het gebeurd bij de Rabobank. Dat komt natuurlijk ook wel omdat wij als organisatie belangrijk vinden dat die energietransitie in Nederland ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. En net was ze een uur zeggen voor de jeugd, want die hebben het gewoon nodig straks. Want je weet allemaal waar je naartoe moet. Je moet ook nog een aantal zaken zeg maar echt anders gaan inrichten om de energietransitie tot 2050 mogelijk te maken. Grote bedrijven willen heel graag iets terug doen voor hun omgeving of voor hun klanten. Dan heb je natuurlijk in één keer een afspraak voor veel daken en daarmee kunnen we echt impact maken. En ik merkte ook wel dat heel veel mensen het echt leuk vonden om daar een paneel te kopen of het eerste paneel te hebben. En ja, ik denk dat het wel als iets voelt van samen. We zien wel dat steeds breder in Nederland dit gedachtegoed vat gaat krijgen. Omdat we met z'n allen weten, klimaatdoelstellingen 2050 Parijs, 2040 energie neutraal, dan moeten we wat doen. En dat kan alleen maar met dit soort maatregelen. Nou, vanuit onze samenwerking met de Rabobank zeiden wij, hoe gaan we dat doen? Nou, de Rabobank, ik noem ze altijd koning coöperatie. Ik zou zeggen, kijk naar je dak, kijk naar de mogelijkheden en zoek contact met in dit geval Eneco. En laten we samen proberen om in ieder geval het voorbeeld wat we hier hebben ook op andere Rabobanken mogelijk te maken. Niets houdt ons tegen.